Nou, Simone, ik hoor dat jij iets heel bijzonders hebt gedaan voor Brabant. Zou je mij even kunnen uitleggen wat jij precies hebt gedaan om de spirit van Brabant omhoog te halen? Nou, dat zou ik jou stellen. Ik zag dus bijvoorbeeld op de Facebook van Omroep Brabant, heb ik gezien dat de Brabant-stickers, dat die werden weggegeven bij de VVV. Nou ben ik dus verschillende VVV's langs gegaan voor de Brabant-stickers en heb ik zoveel mogelijk plekken in Brabant waar ik ben gekomen geplakt met VVV, de Omroep Brabant-stickers. Nou, wat een spirit. Niet normaal. Ja, weet je, ik ben heel trots op Brabant en ik vind het dus heel leuk dat die stickers ook echt beschikbaar waren. Dus daar heb ik maximaal gebruik van gemaakt. Ik heb ook gevraagd hoeveel stickers mag je dan meenemen? 10 in totaal, dus ben ik verschillende VVV's langs gegaan zodat ik er zeker 100 had. En ook toen ik een keer boven in het land was, toen heb ik ook overal de Brabant stickers opgeplakt. Nou. Dus je bent eigenlijk de advertiser van Brabant. Ja, daar ben ik zeker. Nou, dat is een heel mooi beroep, lijkt mij. Ja, krijg je hier ook beloning voor of is dit iets wat je puur vrijwillig doet? Nee, het is beloning. Hoe zie je beloning? Het is meer een beloning in mezelf, zeg maar. Als je trots bent op jezelf, omdat je zo... Ja, en trots op Brabant. Oké. En die trots voor Brabant wil je graag laten zien aan de buitenkant. Ja, ik wil graag delen, want Brabant is toch, vind ik zelf, een van de mooiste provincies van Nederland. En het Brabantse gevoel en de Brabantse trots die wij hebben, die moet gewoon gedeeld worden met de rest van Nederland. Oké. Dankjewel. Alsjeblieft.